NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. Ja, we zijn erin, jongens. Nou, onder de jeugd, daar beginnen we mee, volgens mij. Ja. Onder 11 en onder 12 is spelen tegen het Anker. Dat ligt helemaal niet aan zee. Nee. Nee, spelen tegen Fortuna. Ja. Op Sportpark het Anker. Ja. Dat snap ik niet. Waar? Sportpark Nou, goed, dan spelen ze dus uit. Onder 11 speelt uit om 10 uur. En onder 12 ook. Ja. Als maar niet op hetzelfde veld is. Wat kent hij nou, man? Die zit op dezelfde bus. Ja. Op dezelfde bus als maar niet in de veld gaan staan. Zijn jullie 12 of 11? Ja, ik ben eigenlijk 10. Hey, ze hebben me niet gezegd. Onder 17 die speelt tegen Volendam. Niet verteld. Boe. Nou, oh. Naartoe mogen, jongen. Ja, dan gerust een bus naartoe kunnen sturen. Ja, de onder 13 die speelt thuis volgens mij tegen ADO. Ja? Op Sportpark Paradijs. Oh. De onder 15 uit bij Den Bosch. Oh, echt in de Vliert, hè? Dat is wel mooi. Hè? Die spelen echt gewoon in dat stadion. Ja. Maar ze oefenwedstrijd. Is die Sinterbal er nog? Oh, ja. Er schijnt ook een toernooitje daarnaast te zijn. Dan spelen ze Leurling. De onder 17 speelt dus uit bij Volendam. Daar weten wij niks van. Dat is in jammer. Ja, dat vind ik ook jammer. Ja, dat is zonde. Maar als je in Groningen zit, dan zit je daar. Ja, daar kom ik langs. Ja. En thuis op Heksenbiel speelt de onder 19 om 12:30 tegen Zwolle. Ja, FC Zwolle. Pek Zwolle. Op echt graag Zwolle, ja. Dat komt net te laat, denk ik. Oh ja, Heksenwiel. Nee, dat is helaas is dat kunstgras op Heksenwiel. Nog wel, ja. Nee, inderdaad. Wat ik hier trouwens mis in het overzicht is een wedstrijd van de reserves. Dus ik trek de conclusie, want normaal staat het er ook in. En dat we geen reservewedstrijd hebben van NAC 2. Dus, we vragen onze volgers op Twitter om dit even te verifiëren. Ja, want Michael, lieve zitten luisteren. Ja. Dus Michael, hebben wij komende maandag of dinsdag nog een wedstrijd van het tweede? Want wij hebben ernstige twijfels. Ja, we hebben eindelijk een keer maandagavond niks gewoon te doen. Ik denk dat ze gewoon niet willen voetballen. Ja. Ja. Min 15. Ze denken, hey, zoek duidelijk schaatsen. Laat mij maar rustig schaatsen. Schaatsclub. Ah, basketbal hebben we gehad. NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. Oh ja, dat gaat ook kunnen, hè? Dus, ja, tuurlijk. Er gaat geen geld naartoe. Oh, hey, goed nieuws. Voor de jeugdopleiding. Want elk jaar heb je dus die vriendenloterij die allemaal al daar geld binnenhalen. Ja. En dat is hartstikke fijn. En we doen het volgens mij ongeveer 17.000 euro beter dan de kruiken. We hebben voor de jeugdopleidingen met z'n allen 87.000 euro opgehaald. Daar kunnen ze mooie dingen mee doen. Ik ben toch benieuwd, willen ook even alle volgers op Twitter even laten weten of er ook iets gewonnen is. Ja. Zo niet, blijf vooral lid. Want wat gaan we met dat geld doen? Ja, dat echt puur voor de jeugdopleiding. Daar is het echt ook op geolmerkt. Ik heb trouwens gelezen dat ze wat NAC reageerde was dat ze voornamelijk gingen investeren in de begeleiding om NAC heen. Dus eigenlijk niet per se in het... Ze trekken nog iemand aan. Ze hebben er al zo weinig. Ja, dus het ging ook om de spelers voor te bereiden op een professionele carrière buiten het voetbal. Aha. En dan vind ik dat je dat als club, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk, want daarom heb je ook sportopleidingen en zo op het Johan Cruijff College, waar dus die kinderen een professioneel... daar kunnen ze dus gewoon naar school gaan en dan worden ze dus en professioneel voetbal. NAC moet je daar toch helemaal niet mee bezighouden, man. Je moet zich bezighouden met verbeteren van die spelers. Ik heb trouwens dat lidmaatschap opgezegd, want ik heb per ongeluk, ik liep ooit eens een keer rond het kasteel van Sparta. En dan liepen mensen met een sjaaltje en zo. En, maar je moest eerst lid worden van de vriendenloterij. Oh. En Sparta als favoriete club natuurlijk. En ik dacht van, wat krijg je? Oh, dan krijgt u een sjaaltje. Krijg ik hem dan meteen als ik nu inschrijf? Ja, dat krijgt u. Dus, en ik was dus van plan om dat... Ja, dat vond ik wel mooi, gratis sjaaltje van Sparta. En dan was ik van plan binnen 2 weken op te zeggen. En dan ben je wel dat sjaaltje. Maar ik ben dus vergeten op te zeggen. Dus ik heb volgens mij 2 jaar, zonder dat ik het zelf wist, de jeugdopleiding van Sparta gesteund. Hè? Ja, sorry. Zo. Ja, maar voor hetzelfde geld dat je zonder dat je het wist ineens 10.000 euro kreeg. Helemaal geen lachen. Het heeft her en der eens wat abonnementjes van landelijke dagbladen opgeleverd. Maar dat is ook gelijk het enige. Ja. Dus okay. Nee, ik heb... let op jongens, ik ga een jingletje instarten. Oh. NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. De Grabbelton Nieuws. Oké. Okay. Degene die Menno Koch wil zien, die maakt zijn rentree bij de reserves. Ja. Menno Koch dan, hè? Ja, dat is afgelopen maandag gebeurd. Want in de wedstrijd tegen ADO Den Haag. 0-0. 0-0 werd dat. Brilstand. 0-0. Dus dat betekent dat hij komende afgelopen zaterdag tegen AZ maakt hij al deel uit van de wedstrijdselectie. Maar het is goed nieuws, hè, dat hij er weer aan zit te komen. En dat hij het nog naar zijn zin heeft bij NAC. En dat is alleen maar goed nieuws. Dus dan maakt het de keuze alleen maar nog breder bij ons NAC. Jongens, komt weer een jingletje aan. Tot nieuws. Oh, grappig. Ja, Garcia zit bij de 50 beste
Europese talenten van Europa. Ja. Schappige Europese, Europese talenten. Dat is natuurlijk ook wel natuurlijk. Ja, 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 ja. Dat moet maar okay. Nee, maar goed, daar zit hij bij. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Voor Manchester City, niet van acht. Maar ja, hij zit erbij. Ken die. Ken. Zie. Ken al. Is weer een ding op de NAC-praat, ja, Grabbelton nieuws. Ja, is nu afgelopen. Ja. Oh, okay. NAC organiseert een nieuw evenement. Ja. Een avondje NAC-loop. Voor degenen die willen lopen, die kunnen op 8 juni deze keer meedoen met het avondje NAC-loop. Ja, en als je elke week... Prachtig initiatief, meen ik serieus. Ja, toch? Ja, voor de grote kerk, hè? Dus, ja, dat is voor de grote kerk. Maar als je denkt, maar ik loop dat avondje NAC loop al elke week als ik van de Vismarktstraat Havenmarkt naar het stadion loop. Ja. Dat telt niet mee. Oh, nee. Dat is zonde. En als je niet wil lopen, lekker doneren. Ja. Er zit ook wel wat leuke dingen door bij. En rond het Radverlegstadion. Je kent dus ook, er zijn 3 en 6 kilometer zijn de rondes die je kan lopen. Maar er is ook één afstand van 1912 meter. Dat vind ik mooi. Dat vind ik leuk. En het is voor het goed doel, hè? Dan maakt het helemaal avondje naar. Volgens mij echt specifiek voor de Grote Kerk, toch? Ja, NAC en de Grote Kerk zijn beide een belangrijk onderdeel van Breda. En Bredanaars zijn nou eenmaal erg trots op hun stad. Ja, ze zijn enorm chauvinistisch. Ja, de restauratie van de Grote Kerk. Hebben wij ook een keer gedaan, hè, Marcel, met de Rad van Elf. Toen we de Grote Kerk in de Oh, jij dacht ik gelopen, maar... Groot blikken bier. Blikken Breda bier. Oh, wonnen we de culturele prijs van de gemeente Breda mee. Wonnen we €300 mee. Die hebben we gelijk doorgestort naar het restauratiefonds van de Grote Kerk. Ja. En dat verdienen ze van harte. Ik stap er weer één in, jongens. NAC-praat, Grabbelton nieuws. Ja. Oh, Terrola snuffelt bij Jong Oranje. Ja, wat doet hij dan? Hè? Geen idee. Ja, snuffelen. Oh. Het is een snuffelstage. Ja, nee, hij gaat wat bij de jongeren. Hij heeft een paar trainingen gegeven. Ja, hij heeft een paar trainingen gegeven. Dus, en dat doet hij bij de Oranje Leeuwinnen. Of nee, bij de Oranje Leeuwen. Ja, ik zie dat ook. Jonge Oranje Leeuwen. Was het nou bij de vrouwen of was het nou bij... Ja, nee, Jonge Oranje Leeuwen. Dat noemen ze tegenwoordig ook Oranje Leeuwen. God, dat is allemaal Jezus, zo Jezus, moet het nou ook alweer... Opgeleukt. Dat klinkt ongelooflijk slap, zeg. Oranje Leeuwen. Ja. Dus nee, dat is een beetje het nieuws van dit feitje. De toekomst zal uitwijzen of dat het doorgang zal blijven vinden. Maar we hebben wel eens vaker dat gehad. Dan worden keeperstrainers uitleenden aan Jong Oranje. Volgens mij Andre van Zwam. Van Zwam, ja. En uiteindelijk, volgens mij was het ook onze Jan Willem van Ede. Die heeft ook nog heel lang bij Jong Oranje. Ook bij de man zonder grond heeft geen haar en wel eens nog. Die. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Doet hij toch goed. Nou, we kunnen het hem van harte. Hè? Dus, kom weer een jingle aan, jongens. Oké. Okay. NAC-praat, Grabbelton nieuws. Gert-Jan Tameris. Tammerus, zeg maar. Tammerus. Gert-Jan Tammerus. Die is trainer geworden van de koninklijke Zo, moet je dan met een aardappel praten of niet? Iemand. Exacte Gert-Jan Tameris. Ja, we moeten wel even het toontje lager. Want HFC heeft het ons in het Radverlegstadion ooit eens een keer belabberd moeilijk gemaakt. Ja. In die bekerwedstrijd, daar ging nergens meer over. Je gasten zaten ook op de Eredivisie, hè? Ja, dat was te merken ook. Ja. Volgens mij zat heel HFC, alle 100.000 leden die ze hadden, die zaten allemaal op de hoofdtribune. En dat hebben we geweten, ja. Want volgens mij hebben die ons heel lang op 0-0 gehouden. Of hoe zat dat ook alweer? Ja. Dat was echt gewoon tergend. Ik heb het gelukkig dat mijn geheugen... Ja, nee, toen zat je al. Dat is nog maar... Dat is volgens mij nog maar een jaar of 5 geleden. Nee, dat was HBS, joh. Als een HBS. HFC, HBS. Het is allemaal cel. Jullie worden oud. Ze moeten wel een wat originele afkorting. Ik zit altijd te denken van koninklijke HFC. We hebben ze HBS, ja? HBS Kraaienhout. Ja, dat was het natuurlijk. Ja. Hé, maak ons nergens druk om. Veel succes, Gert-Jan. Dat was toch een heel andere club. Tammerus. Ja, toch? Komt er een jingle aan? Er komt weer een jingle aan. Ik moet er wel eventjes goed neerzetten, jongens. Want jullie overvallen me een beetje. Het Grabbelton nieuws. Ja, ik doe dit pas voor het eerst. Ja, wat is die volgende dan? Oh, we gaan het nog een keer herhalen. NAC Feyenoord is uitverkocht. Het kaartje hebben, dat gaat gewoon niet meer. Zit buiten. Moet tv kijken. Ja, nee, daar is niks meer aan te doen, jongens. Gewoon, mag je nog in een lichtmast klimmen? Is dat tegenwoordig mogelijk? Of, dus, En je mag tegenwoordig niks meer, hè? Nee, eigenlijk... Oh, er verschuift wat. Wat gebeurt er nu? What's happening? Schuiven met die Mars. Nee, joh, ik ben even het volgende plaatje vast aan het klaarzetten. Terwijl jullie hier gewoon dit prachtige affiche gaan doorpraten. Zodat het niet opvalt dat ik eigenlijk niks kan vinden op deze verkenner. Ja, nee, we gaan verder. NAC Feyenoord, wat vinden jullie daarvan? Fijn dat die wedstrijd er weer is. We hebben 2 jaar moeten wachten. Om even een kritische noot in deze uitzending aan te snijden. Ik vind het toch... Ik heb als sport...
ooit er toch een bewuste keuze gemaakt om geen 10 jaar mezelf vast te binden aan een seizoenskaart. Oh, dat was een spijtje. Ik vind het toch voor mij als voor me niet een minder supporter als iemand anders of zo. Maar bij de grote wedstrijden is het op dit moment gewoon niet meer mogelijk om als een seizoenskaarthouder om een kaartje te kopen. Want ze zijn allemaal weg als 1912 leden die kaart mogen kopen. En ik snap dat ze voordelen moeten hebben. Ja. Maar ik vind het niet helemaal eerlijk. Nee. Bij dat soort wedstrijden. Maar goed, dat is ja, daar valt wel van te zeggen. Maar daar hebben 1912 leden eigenlijk... Ja, lak aan, snap ik. Maar kijk, ja. Stel je een andere regeling voor? Maar het is goed om het over hebben. Hè? Want, nou, ik vind dat ze bij een speciale wedstrijd of zo, bij een bekerwedstrijd een keer een dag extra voor hem krijgen om een stoel terug te kopen of wat dan ook. Vind ik prima, maar gewoon bij er zijn gewoon echt mensen die een wel overwogen keuze maken om niet 10 jaar zichzelf vast te leggen. Die hebben gewoon niet de kans om een kaart te kopen. Maar goed, die 1912 mensen zijn wel je Hoonstra publiek, hè? Ja, maar ik had natuurlijk ook niet kunnen voorzien. Ja, is ook wel zo. Jawel. Maar ik had natuurlijk ook niet ergens goed kunnen voorzien van over 3 jaar toen ze, 3 jaar nadat we die de actie weer zijn herstart, dat het 3 jaar later het stadion nagenoeg katje vol uitverkocht zou zijn natuurlijk. Ja. Hè? Dus dat is een risico. Ja. Ja, gaat tegen de trend in. Hè? Dus, dat is wel heel bizar hè, wat dat betreft. Maar dat is ook een leuk... Wij wel en zij niet. Leuk bruggetje naar morgen natuurlijk. Want morgen is het natuurlijk... in Groningen moeten ze gratis weggeven zelfs de kaart om het stadion vol te krijgen. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe dat het morgen eruit gaat zien. Maar, super benieuwd. Super op tv was het groener dan ooit. Groener als gras. Wij gaan zo meteen rollen richting een hele korte voorbeschouwing. En ondertussen gaan we luisteren naar Smash Mouth met All Star. Ook weer een oudje. Somebody want world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger.